En daar ga ik vandaag van alles over vertellen. Maar ik ga ook een beetje jullie kennis testen. Ja, ik ben vandaag bij groep 6C van OBS De Singel. En daar zijn we aanwezig bij een les die gegeven wordt door de kleine ambassade. En het gaat over het scheiden van afval. Ik ben wethouder van Aken en ik ga het over duurzaamheid. En de bedoeling is dat ik deze les een beetje ga volgen. Omdat ik graag wil dat alle Schiedammers bewust worden van het scheiden van afval. Deze taak gaan we samen doen met IRADO, met de scholen en de gemeente. Dat is een heel mooi initiatief. En we gaan nu live zien hoe zo'n les in elkaar steekt. En ze gaan mij helpen straks, want dat is mijn opdracht. Deze kinderen gaan mij straks helpen hoe wij de gezinnen bewust gaan maken en de Schiedammers bewust gaan maken hoe dat het beter is om je afval te scheiden, dat het beter is voor het milieu, dat het duurzamer is. En we gaan dan ook een beetje horen hoe leuk de kinderen het op gaan pakken door een wedstrijd ervan te maken. En dat wordt volgens mij hartstikke leuk. Dus ik ga ze oproepen om echt enorm veel inzet te tonen. En volgens mij gaat het helemaal lukken met onder leiding van Susha Bode van de Kleine Ambassade.